Vrijdagochtend 15 januari, even voor 8 uur, vond een noodlottige aanrijding plaats tussen een scooterrijder en een bestuurder van een tractor. Het ongeval vond plaats op de naastliggende Ventweg ter hoogte van Dennenrust, waar de scooter frontaal op de tractor inreed. Een direct opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd daar de scooterrijder ter plaatse was overleden. De tractorbestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en de politie doet verder onderzoek naar de oorzaak.